ben Nathalie, 32 jaar en ik sta in het onderwijs. Ik ben Jonathan, papa van twee kindjes, Ilis en Diba, en de man van Nathalie. We zijn wel eens in Brussel geweest, maar je doet dan zo de typische dingen die dat iedereen doet. Je gaat een keer winkelen of je gaat een keer iets lekker eten, maar zo de zijstraatjes of de parlementsgebouwen of zo, die ga je eigenlijk nooit bezoeken met je gezin. Dus deze was wel eens ideaal om dat te doen. We betrappen onszelf er eigenlijk op dat we sommige buitenlandse steden beter kennen dan Brussel, wat eigenlijk maar 20, 30 kilometer van onze woonplaats verwijderd is. Maar zo'n urban walk heeft toch wel, of bewijst toch wel dat er ook hier in bij ons in de buurt heel veel te zien is en te beleven is voor zowel jonge gezinnen als voor een iets ouder publiek. Ook voor mijn zoon Ilis was vandaag denk ik wel een hele leuke dag. Hij moet nog 4 jaar worden, dus op die leeftijd is echt wel ja, de wereld gaan ontdekken. En dat was ook tijdens het evenement zeker het geval. We zijn wel geïnteresseerd in iets of wat in cultuur, maar we zijn ook niet het gezin dat daar echt hele uren of volledige dagen in een museum gaat doorbrengen. Dus een combinatie van 14 locaties op 1 dag is echt wel interessant om ja, een kwestie van ontdekkingstocht een stad te leren kennen. Ja, ik vond het echt leuk, ik vond het echt de max om iets te beleven hier vandaag. We hebben ons heel hard geamuseerd en ons enthousiasme is daar heel hard op toegenomen. Dus we zijn er heel, heel tevreden over dat we hier vandaag waren en dat we dat hebben mogen meemaken. Ik vond het kijk leuk dat ik weer nog iets gaan.